En ik vind het coole kerels, ik heb alle respect voor ons Belgisch leger. Zeker voor de soldaten zelf, echt waar. Ik heb er nog meer respect voor gekregen, ik heb het al eens verteld. Toen wij met de Belgen 5 jaar geleden mee op missie gingen in Afghanistan, met de NAVO. En we gingen mee vechten toen. En dat doen wij nooit. De Belgen gaan altijd mee met de NAVO, maar wij krijgen altijd dezelfde opdracht daar, bar en boekhouding. Hè? Logistieke steun noemen ze dat dan. De Belgen voorzien logistiek, bar en boekhouding. Hè? Maar 5 jaar geleden gingen wij mee vechten op offensieve missies. En toen was er een patrouille Belgen in een hinderlaag gelopen in Afghanistan. En een van die mannen had dat gefilmd met zijn gsm, dat moment. En die beelden waren op het journaal geraakt. Ik weet niet of je het je nog herinnert. Dat waren hallucinante beelden. Je zag zo 4 gasten in een greppel liggen, ergens in Kunduz, volledig omsingeld door de Taliban. Vlak boven die kop vlogen er Kalashnikov-kogels over. Er kwamen mortiergranaten binnen, ontploffingen. Dat was er heel spannend. En het enige wat die ene tegen die andere zei, was dit. Voor mij is de lol de hier af, ja. Holy shit. Hoe cool is het dan?